Drie jaar geleden begon ik met Kabau Lifestyle en ik had nooit durven dromen dat het zo'n groot succes zou worden. Het was eigenlijk echt een journey in mijn eigen leven naar balans en geluk. En ik creëerde een lifestyle die voor mij heel erg werkte. En die ben ik gaan delen met heel veel vrouwen. En we begonnen dus eigenlijk met een paar man en we zijn nu uitgegroeid tot een mega groot succesvol team. En dat maakt me echt heel erg trots. Kabau Lifestyle is nooit ontstaan omdat ik dacht ik wil een eigen merk of ik wil een eigen bedrijf. Eigenlijk totaal niet. Het is echt ontstaan omdat het mij heel erg hielp in een periode waar ik eigenlijk door een hele zware tijd heen ging. En het eigenlijk allemaal niet zo goed meer wist. En bij mezelf dacht oké, ik ben nu een single moeder. Ik heb een kleintje, maar ik wil in mijn kracht staan. Ik wil me goed voelen, lichamelijk, mentaal. En wat stop ik in mijn lichaam en welke dingen doe ik om me sterker te voelen, omdat het uiteindelijk allemaal met elkaar te maken heeft. En ik ben die journey aangegaan en ik heb zoveel gelezen, gezien, geleerd en ontdekt met wat ik at, met hoe ik naar de gym ging, met wat ik deed, wat ik dacht, wat ik las. Dat is voor mij zo'n succesformule geworden dat ik dacht, dat wil ik delen met andere vrouwen ook. En dat is echt de reden waarom Kabau Lifestyle is ontstaan. Soms is het best wel eventjes veel om moeder te zijn, actrice te zijn. Ik heb mijn eigen stichting Free Your Girl en natuurlijk mijn andere kindje Kabau Lifestyle. Het is veel, maar omdat het allemaal echt mijn passie is, gaat het gewoon hartstikke goed. Dus ik word blij als ik andere vrouwen blij zie dat ik ze kan helpen en ondersteunen in hun journey om de sterkste, krachtigste vorm van zichzelf te worden. Door naar alle vrouwen te kijken, berichten te lezen, filmpjes te krijgen van vrouwen die in hun eigen kracht zijn komen te staan. Die zijn afgevallen of gezonder zijn geworden, fitter, mentaal, lichamelijk, elkaar motiveren. Dat inspireert mij, dat geeft mij motivatie en geeft me ook echt dagelijks energie om door te gaan. Afgelopen jaar was een super goed jaar voor Kabau Lifestyle, maar wat mij heel erg is bijgebleven is in de zomer deden we een grote campagne shoot in mijn huis op Ibiza. Dat voelde zo vertrouwd en zo fijn en echt gewoon zo leuk om het hele team van Kabau naar Ibiza te halen en daar met z'n allen te zijn. Ik ben een familiemens, ik kom uit een heel grote familie en Kabau is eigenlijk ook echt mijn familie geworden. Dus iedereen die er werkt, alle mensen waar we mee samenwerken zijn zo lief, zitten er helemaal in met hart en ziel, hebben allemaal dezelfde visie. We willen allemaal vrouwen motiveren om gewoon zo sterk mogelijk te zijn en je goed te voelen. Oprecht uit ons hart, want ik gebruik mijn eigen producten elke dag. Het is echt mijn lifestyle die ik deel met mensen om te zien dat iedereen die daar was dat ook met mij deelt. Dat was wel een heel bijzonder moment uit het afgelopen jaar. Dit komende jaar hoop ik nog meer vrouwen te kunnen inspireren en motiveren. En ook dat ze elkaar kunnen inspireren en motiveren. Er komen allemaal nieuwe producten aan, nieuwe smaken. Allemaal spannende dingen. Ik heb Free Your Girl 15 jaar geleden opgericht en Kabau Lifestyle 3 jaar geleden. En het komt natuurlijk allemaal bij mij vandaan. Dus ik heb dingen meegemaakt in mijn leven waar ik soms het even niet meer wist of even te zwaar had en ergens de kracht vandaan moest halen. En ook mijn steentje wilde bijdragen aan deze wereld waar we hier met z'n allen zijn. En zo is Free Your Girl eigenlijk ontstaan. En dat is eigenlijk, staat dat best wel parallel met Kabau Lifestyle, omdat ik meiden bevrijd en zeg maar een kans geven op een nieuw leven. En met Kabau Lifestyle is het eigenlijk een ondersteuning voor vrouwen die het eventjes niet meer weten of die even dat steuntje in de rug nodig hebben om de journey aan te gaan om de beste versie van zichzelf te worden. Dus het komt allemaal eigenlijk weer samen. Omdat het mij zo heeft geholpen in mijn leven, kan ik dat eigenlijk weer delen met andere vrouwen. Hoe doe ik het? Ja, vraag mezelf ook echt af. Hoe doe ik het? Eigenlijk is mijn leven geen dag hetzelfde. Dus elk jaar is anders, elke maand is anders, elke week is anders en eigenlijk is elke dag anders. Ik heb een prachtig kindje en hij is absoluut mijn nummer 1. Kabau Lifestyle is eigenlijk mijn tweede kindje waar ik heel veel liefde, tijd, aandacht in stop elke dag. Dus soms heb je even drukkere periodes, want ik ben ook actrice. Dus ja, dit jaar ga ik bijvoorbeeld 3 films doen. Die zijn dan al ingepland in bepaalde periodes. En dan weet ik dat ik die periodes ontzettend druk ben.
En in die periodes krijg ik ook van mijn zussen een oppas. Mijn moeder, die vliegt heel vaak hier naartoe naar LA. Om mij bij te staan, om te zorgen dat Chess niks ontbreekt. En de periodes daartussen heb ik dan weer juist heel veel tijd voor hem. Om leuke dingen te doen, om avonturen te beleven samen. En eigenlijk het hele jaar door loopt Free Girl door en Kabou Lifestyle door. Dat is iets wat ik elke dag doe. Maar omdat ik daar zoveel energie uit haal om vrouwen te zien stralen, blij te zijn met mijn producten, met mijn lifestyle die ik deel, geeft mij dat weer juist zoveel kracht dat ik eigenlijk heel makkelijk door mijn dagen heen kom. Het voelt niet als werken, het voelt echt als een blessing dat ik met mijn passie andere mensen kan helpen. Ik denk dat het, wat voor mij heel erg belangrijk is in mijn journey tot nu toe, is dat ik veel meer van mezelf ben gaan houden. En ook daardoor veel liever voor mezelf ben. En het klinkt altijd zo, ja, commercieel van, oh, je moet van jezelf houden. Maar ja, hoe doe je dat dan? Dat is helemaal niet zo makkelijk. Maar het is echt het accepteren van je foutjes. Dingetjes die je niet mooi of leuk aan jezelf vindt, die ook accepteren van, het is oké, je bent mens en dat mag er ook zijn. Ik wil dat mensen aan zelfliefde denken als ze aan Kabou Lifestyle denken. En kracht, in je eigen kracht staan, van jezelf houden, lief zijn voor jezelf en goed voor jezelf zorgen. Vandaag is gewoon de start van een hele nieuwe journey naar de beste versie van jezelf. Dus ga ervoor. En ik hoop dat we met Kabou Lifestyle jou kunnen ondersteunen in een journey naar de beste versie van jezelf.